15 juli 1969. De Tour de France is gearriveerd in de Pyreneeën, in Bagnères-de-Luchon. We zijn halverwege die Ronde van Frankrijk. Eddy Merckx heeft de gele trui, heeft al 4 ritten gewonnen. Hij staat nu voor de koninginrit tussen Bagnères-de-Luchon en Mohenx-Villenouvelle. Eigenlijk hoeft Eddy alleen maar defensief te rijden om die eerste toerzege binnen te halen. Die is quasi zeker, maar Eddy Merckx die denkt daar anders over. Ik denk dat ik zodanig geprikkeld was van wat er gebeurd was in de Giro. En ik was ook ongelooflijk goed voorbereid. Ik had na mijn uitsluiting in de Giro 2-3 keer per week meer dan 250 kilometer getraind. Dus ik was klaar om naar die Tour te gaan. Merckx voelde zich geflikt nadat hij door een positieve plas uit de Giro was gezet. Op de eerste 2 Pyreneeënkols, de Peyresourde en de Aspin, heeft Merckx zich koest gehouden. Hij koest weliswaar alert, maar eigenlijk geeft hij pas het sein aan zijn ploegmaat van Faema om het tempo op te trekken op de Col du Tourmalet. Vlak voor de top wordt hij bijgestaan door zijn ploegmaat Martin van den Bossen. Martin heeft pas gemeld dat hij de ploeg Merckx zal verlaten. Merckx voelt zich gekrenkt. Hij wil per se de bergprijs op de top van de Tourmalet pakken. Hij wil het van den Bossen niet gunnen. Kort voor de top, minder dan een kilometer voor de top, versnelt Merckx. En wat dan gebeurt, dan volgt een solo van 140 kilometer. In 1969 mocht zijn wat wild. Ik had alles graag. Ja, het was niet gepland, alleszins niet dat ik ging aanvallen op de Tourmalet, maar de nacht ervoor of zo had Martijn van den Bossen mij gezegd dat hij dus van ploeg ging veranderen. Ik vond dat het niet het juiste moment was om dat aan te kondigen. Ik had beter gewacht dat na de Tour, denk ik. Maar ja. Merckx overschrijdt als eerste de top van de Col du Tourmalet. Meteen in zijn zocht Martijn van den Bossen. Merckx kijkt om. De tegenstand, onder andere Poulidor en Pinjon, liggen op achterstand. Hij twijfelt, Merckx, gaat de afdaling alleen in, zet door. Het is nog 140 kilometer tot Mohenx, maar toch blijft hij doorzetten en zal zijn voorsprong gestaag uitbouwen. Nee, ik was niet gewild wegrijden op dat ogenblik, maar ja, dan heb ik gezegd, ja, ik ga uit alle veiligheid ga ik de afdaling doen op mijn ritme. Natuurlijk, beneden had ik meer dan een minuut of meer dan een minuut voor. En ja, dan heb ik mijn sportbestuurder geroepen en gezegd, wat moet ik nu doen? En hij zei, ja, rijd maar gewoon door op je tempo. En dat heb ik ook gedaan. Hij bouwde zijn voorsprong langzaam maar zeker uit. Merckx ging niet af. Ik heb wel afgezien en zeker de laatste 50 kilometers werd het natuurlijk zwaar. Hè. Het was heel warm, de vermoeidheid in de benen. En ook, het was de derde week van de Tour, dus dat voelde je. Eddy Merckx fietst al 70 kilometer alleen op kop wanneer hij de top van de Col du Bisc, hier waar we nu zijn, wanneer hij die bereikt. Ondertussen heeft hij ongeveer een voorsprong van 7 minuten op zijn achtervolgers. Die zijn helemaal uitgeteld. Hij heeft nog 70 kilometer te gaan tot Mohenx-Villenouvelle. Er is iets groots aan het gebeuren. Merckx is hier. Wow. Het is mij om te hinderen. Zijn naam te geven, kannibaal. Waarom niet? Ik wou iedereen de baas. Dus kannibaal is de hoofdzeger van de stam. Ik de 180 meter, 160 meter, 150 meter,
De monstervlucht van Eddy Merckx zit erop. We zijn in Mourenx-Ville-Nouvelle. Eigenlijk was de finish hiernaast, op de parking. Maar zoveel mooier is het om te finishen op de velodroom, de outdoor velodroom die naar Eddy Merckx is vernoemd. Velodroom Eddy Merckx. Wanneer Eddy Merckx hier arriveert, is het de Franse tv-commentator Léon Zitrone die scandeert en uitzinnig scandeert aan het publiek: Bravo Merckx, c'est un seigneur. En het publiek is helemaal uitzinnig, want er is een nieuwe god opgestaan. Er zijn vooroorlogse tijdsverschillen opgenomen, want bijna 8 minuten na Merckx arriveert het achtervolgend groepje, allemaal verslagen. Het is een slagveld. En dan nog een kwartier na Merckx finishen 2 ex-tourkampioenen, Jan Janssen en Felice Gimondi. Merckx heeft zichzelf overtroffen. Hij heeft een epische rit uit zijn benen geschud. Thank you.